Hij is 1,79 meter lang, 40 jaar en weegt 112 kilo. We hebben het hier over bokser André Janssens uit Goorle. Janssens heeft jaren niet gebokst, maar maakte in 2005 zijn comeback in de ring en heeft sindsdien al zijn partijen gewonnen. Aanstaande zaterdag moet hij boksen tijdens de Gentleman Fight Night tegen oud-wereldkampioen Don Diego Poeder. Een goede bokser, maar Janssens denkt niet kansloos te zijn. Ja, ik heb hard voorbereid. Goed voorbereid, hard getraind. 6 dagen in de week, 2 keer per dag. Ik denk dat mijn conditie goed zit. En zaterdag zal het vertellen. Hè. Ik bedoel, Don Diego is toch een hele slimme bokser. Heel ervaren. Heeft veel knockouts op zijn naam staan, dus hij heeft ook een goede eindpunch, links en rechts. Maar ik zelf denk dat ik een goede kans maak, omdat ik zelf ook veel knockouts gemaakt heb. Als ik hem raak, dan denk ik dat hij echt plat gaat. En dus ja, ik geniet er nou al van. Maar we zullen het zien zaterdag. Met zijn 40 jaar is Janssens een van de oudste boksers. Het einde van zijn bokscarrière zit er dan ook aan te komen. Ik heb besloten om volgend jaar, 2008, april, mijn laatste gevecht te leveren in Tilburg. Voor eigen publiek. Wil ik nog even één keer iets laten kunnen zien aan het publiek. En dan echt waardig afscheid nemen. Gewoon, het is gewoon de hoogste tijd. Mijn geest wil nog wel, maar mijn lichaam die zegt toch elke dag weer pijn in alle gewrichten. En op een gegeven moment breekt dat gewoon op. Terwijl het spel wel heel leuk is om te doen, maar het gaat niet meer, volgens mij niet echt veel langer meer. Het kan wel, maar dan moet je zoveel preparaten gaan nemen. Nou ja, daar heb ik het niet voor over. Tegenwoordig heeft Janssens ook een eigen boksschool in Poppel, België. En daar lopen naar eigen zeggen aardig wat talentjes rond. Ja, de boksschool in Poppel begint ook een beetje belangrijk te worden. We hebben toch een aantal leden die mensen hebben er heel veel plezier in om bij mij te trainen. Ik geef mensen heel veel aandacht. Ik heb dus ook de nieuwelingen en de gevorderden heb ik opgesplitst, zodat ik iedereen aandacht kan geven. En er zitten een paar talenten tussen. Ongelooflijk wat die in een jaar tijd geleerd hebben. Dan denk ik van jeetje, dat kon ik niet toen ik een jaar gebokst had of anderhalf jaar gebokst. Ik kon dat niet en dat kunnen deze gasten al wel. En dat is fantastisch. Dus eigenlijk de talenten die ik eigenlijk bezit, mijn ervaring, die kan ik nou aan de jongens overgeven. En dan krijg je daar ook weer vreugde uit. En hè, de blijdschap van die jongens, die krijg je dan ook weer terug. Kijk, boksen is een soort manier van leven. Boksen heeft heel veel angsten voor mij overwonnen. Ik ben gaan schilderen, eigenlijk therapeutisch. Ik zat niet echt lekker in mijn vel een jaartje of 14, 15 geleden. Toen ben ik gaan schilderen. En door dat schilderen, door die kleuren en die vormen die ik gebruikte, ontladen zich dingen. En er kwamen dingen op de doek te staan en die vertelden me eigenlijk wat er eigenlijk met mij aan de hand was. Dus het is als een soort therapie is het begonnen. Maar ik geloof dat ik die emmer met stront, noem ik het altijd, maar heb maar leeggegoten. Die is nou leeg geworden. Die probeer ik nou met goede dingen te vullen. Naast topbokser en sportschoolhouder is André Janssens ook nog eens kunstenaar. Ja, en dan komen we toch ook uiteindelijk weer bij mijn boksclubje. En een t-shirtje. En ik probeer overal op te schilderen. Ik weet ook niet wat deze. Misschien naar een of andere afwijking, ik weet niet. Maar ja, over kunst, ik bedoel, daar kunnen ze zoveel over vertellen. Dan ben ik misschien dagen mee bezig, daar heb ik helemaal geen zin. Maar in ieder geval, ik ben met kunst bezig omdat ik het leuk vind om te doen. Ik vind het leuk om naar buiten te komen. Ik vind het leuk om, als zo'n ding nou uiteindelijk bij iemand in de huiskamer komt, en mensen vragen, god, hey, we hebben hier een Janssens bijvoorbeeld, en we hebben hartstikke leuk werk. En het siert onze huiskamer, want daar doe ik het ook wel voor. Maar in eerste instantie was het dus een therapie. En waar je dan naartoe groeit. En het ontlaat gewoon elke keer. Aanstaande zaterdag moet André Janssens vechten tegen Don Diego Poeder tijdens de Gentleman Fight Night in het ijsportcentrum op Stappengoren in Tilburg. De bokser uit Goorle zal in april 2008 zijn laatste partij ooit vechten.